Mijn voetbalverleden. Ik ben begonnen toen ik 6 jaar oud was. Ik ben begonnen bij Culemborg 67. En ik heb een beetje mijn jeugd in Culemborg 67 ook meegemaakt tot de B1. En toen ben ik door Fairplay gekaapt. En kwam bij allemaal goede voetballers terecht. Het niveau was veel hoger in één keer. En uiteindelijk waren we net niet kampioen geworden dat jaar. En nou, ben ik nog een jaar doorgegaan bij Fairplay. En toen ben ik verhuisd naar onze buren Vriendschap. Heb ik in A1 ben ik terechtgekomen in de hoofdklasse. Mocht ik naar de senioren. Ik kwam wat weinig aan spelen toe. Ik moest ook vaak met de tweede mee. En toen dacht ik van, dan ga ik liever naar Fairplay toe. En in het eerste voetballen waar ik wel mijn kansen kreeg. En dat heb ik uiteindelijk ook gedaan. Was onder leiding van Murat Samut. In de 5e klasse was dat. Zijn we uiteindelijk ook kampioen geworden. En een leuke tijd ook meegemaakt. Echt plezier gehad ook. En daarna zijn we gepromoveerd naar de 4e klas. Waar Murat Eledrisi als trainer werd gehaald. En dat hebben we ook heel goed gedaan. Een topseizoen gedraaid. Direct doorgepromoveerd weer naar de 3e klas. Waar we vorig jaar helaas net niet zijn gepromoveerd in de nacompetitie. En waardoor ik weer door LSC werd gekaapt naar Leerdam toe. En daar heb ik ook weer een jaartje in de hoofdklas gevoetbald. Ook weer iets waar je op terug kan kijken. En ik heb er een goed seizoen gedraaid, vind ik. 9 goals en heel veel assisten. Ik ben veel meer overzicht voor andere spelers. Sterker geworden aan de bal. En noem maar op, dat zijn mijn sterke punten geworden en wat mijn zwakke punten waren. En, maar nu ben ik terug bij mijn oude club weer. Fairplay. Het is moeilijk om uit te leggen. Het is gewoon plezier. Het plezier wat je hier hebt, dat ga je ook nergens vinden. De jongens staan zo goed met elkaar. Naast plezier is het ook nog gewoon goed voetbal. En ik heb gewoon leuke tijden gehad hier. En dat is waarom ik weer toch gekozen heb voor Fairplay. Het niveau ligt ook weer hoog hier. Dus je kan wel zeggen dat het Fairplay 3e klas is. Maar qua spelers die om me heen staan, kunnen we veel, veel hoger voetballen. En daar ben ik wel trots op. En daar wil ik ook weer de naam aan meemaken. Zodat wij weer een stap hoger gaan richting de 2e klas. Sports die leven meer mee dan de spelers zelf. Wat ik tegen die mensen wil zeggen is blijf ons steunen. Blijf veel komen. Neem veel nog meer mensen mee. Maak er nog een gezelliger jaar van, een beter jaar van. En probeer dit jaar dan wel de nacompetitie te halen. Niet eens kampioenschap in één keer. Zo hopen wij de mensen, zeg maar, de verdriet die ze dit jaar mee hebben gemaakt, om te zetten naar veel, veel plezier in, van volgend jaar. En dat ze dan wel vrolijk en lachend naar huis gaan in plaats van verdriet en sippig gezicht. Jullie zijn? Jamal Amri, Jaqbed Ghana. Jaqbed. Assalamu alaikum. Ma'abed Ugh. Daqbed Fairplay. Saad Tang Rogan Tuwarid. Ik zeg, na komt dit zo de winstje. Het kind bij 3e klas. Rogan, ik ben Ma'abed Ugh. Erhim de Fairplay. Aounithen, die Saad Tang. راح نروح زعما عفا سرعد النخ المهم قاعد خبيط دروخا انا روحي سعيد محمد قش لي عام ما مشي توفي فير بلاي روخا فير بلاي ايو ذاني نس مني غاينا تعيشنا كينا قنا كينا كون نهار تبعنا انا صورنا كينا تعجب اسن الحرق اذا نغزعنا نعيا مرانا ابحن دان ثنين مرانا نخصا دان ثنين الخوشي هما مثلا دانتي اي هولنديين دانتي اي بعرفيان دانتي توكيين دانتي مغربيين فير بلاي قانتي زعما كلشي اخنا مارا توينا دمارا انت تمارا انت عيا مارا انت فوق مارا نشوف غير فينو شقي ذا مليح خلي نخسا عما نخسا عما ما شاء الله عام ديكوان ان شاء الله ياخذ غانا جمال انا باح أنا بروموفير إن شاء الله من أني ينزون شنين يخفينا يوذن نان يتبعنا نو ليش أنا يوذن كل شيء اسم ده فير بلاي سيلم دي يوذن كيكم تبع عمنا خزام هنا إن شاء الله أخونا بح العام دي جوان إن شاء الله
Zullen we dan. Precies.